En leuk te kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Eva. Ik ben weer eens mijn voorraadkast aan het leeghalen. Die heb ik vorig jaar ook leeggehaald gehad. En natuurlijk heb ik hem tussendoor ook nog een keertje schoongemaakt. Maar nu weer eventjes extra. Weer even controleren wat erin zit, wat eruit moet, wat snel om moet. Al dat soort zaken. En ik dacht, ik laat jullie weer alles zien. Wat er allemaal weer terug in gaat. Wat ik nu op het moment erin heb. Er zijn een aantal dingen zeker hetzelfde, maar er zijn ook andere dingen erin. Dus ik dacht, ik deel het weer eens even met jullie. Ik heb net terug van de DM. Dus 12 pakken havermelk gehaald. Want dat is daar veel goedkoper dan hier. Dus die ga ik deze keer op een nieuw systeem helemaal bovenin doen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat bevallen. Met natuurlijk de datum vooraan, zodat je het makkelijk kan terugzien. En ik heb nog een amandelmelk van, volgens mij Provo, van Provomel. Laatste en nog eentje van de Albert Heijn. En ik haal altijd de ongezoete versie. Dus dit is nu mijn bovenstash. Yay! Kan ik voorlopig weer een hele tijd tegenaan voordat ik weer nieuw hoef te halen. Een fles olie waar ik dus echt heel lang over doe. En ik heb nog deze. Die moet... Ik weet nog niet wat ik ermee wil. Dus vandaar dat ik hem even hier neerzet. Omdat ik nog niet weet wat ik ermee wil. Ga ik hem weggooien? Ga ik hem niet weggooien? Dat soort zaak. Dan mijn rijst. Voorraad. Rijstvoorraad. Pasta. Dan nee. Rijstnoedels. Oh, dat is niet te zien. En rijstnoedels. En dan voor deze plank als laatste. De notenpasta. Misschien dat ik nog hier iets tussen zet hoor. Voor de pasta saus. Zo zou best nog kunnen. Ga ik zo direct over nadenken. Maar dit is even. Voor nu even deze plank. En dan gaan we het plankje zakken naar deze. Alrighty. Meel. Popcorn. Dat krijg ik ook niet zo vaak. Maar ik vind het wel lekker om in huis te hebben. Een berg. Wraps. Edelgist vlokken. Twee van die chipjesachtige. Dan het een en ander aan topping. Voor havermout. Of voor een ander iets. Gebofte quinoa. Sesamzaadjes. Paranoten. En chia. Oh, en ik vind het niet heel erg om dingen gestapeld te hebben in mijn voorraadkast. Want anders past het niet. Oké, ik heb gemerkt dat de wraps hier makkelijker liggen. Dat makkelijker is voor haar indeling. Dus ik ga hier de nootjes neerzetten. Zo, mijn voorraad nootjes. Hier liggen de wraps beter. En dan komen de afplakbroodjes gewoon. Om op te liggen. Dat vind ik net even makkelijker. Dan heb ik een voorraad thee. Nou, die is niet zo heel veel veranderd ten opzichte van de vorige keer. Gember thee. En Women's Balance. Women's Energy. En ik word helaas nog steeds niet gesponsord. En nog een mixje van alles. Die ik er niet voor inzet.
Zoals ik net al dacht, heb ik hier dus toch de tomatensaus neergezet. Ik heb niet zoveel tomatensaus op het moment in de voorraad. En ik heb hier dus bij de bankjes met van alles nog wat gevelde wafels neergezet. Wat snijden voor als het nodig is. Ja, die had ik gewoon allemaal nog in voorraad, maar het is al wat onhandig. En de triangeltjes van Terrazenna, altijd lekker. En groente, chipjes, van alles. Niet per se gezond, wel lekker. Alrighty, hier heb ik dus de hartige dingetjes, de bonen, dat soort zaken, linzen. Het is trouwens beter om de spullen in pot te hebben dan in blik, omdat blik toch wat chemicaliën afgeeft. Maar goed, ik ga eerst dit opmaken voordat ik dat doe. En soms vind ik het gewoon net even makkelijk, want in blik zit gewoon net even wat minder. Dus dan is het wat makkelijker te verdelen. Maar goed, dit is dus in elk geval mijn zoetige voorraad. Mijn zoetige voorraad plankje. En dit is dus van alles wat verder veranderd. Ik heb hier dus even een stapeltje van die gemaakt. Ik vond nog een klein pakje melk, havermout pakken. Had ik dus meegenomen uit Duitsland. Moest ik dus ook nog even kwijt. Dit is dus de plank die jullie al hebben gezien. Hier heb ik nog een extra havermoutje neergezet. En ik kwam deze kruisli tegen. Ziet het er niet heel lekker uit. Dus die heb ik ook op deze planken bijgezet. En de onderste plank, nou ja, die hebben jullie gezien. Levert niet heel veel bijzonders op. En dit is gewoon een beetje mijn mini voorraadkast. Hier aan het haakje komt nog een zak te hangen met allemaal losse zakken voor boodschappen, dat soort dingen. Dat ga ik zo direct even rustig op mijn gemak doen. Maar dit vond ik het belangrijkste om met jullie te delen. Dankjewel voor het kijken naar deze nieuwe video. Hopelijk heb je er wat aan. Hopelijk zie je dat als je weinig opbergruimte hebt, je er heel veel in kan stoppen. Zorg dat jij het voor jezelf overzichtelijk vindt als je iets van voorraad hebt. Nogmaals, ja, in de video waarin ik vertel dat ik van kortingsdingetjes, dat soort dingetjes hou. Daar maak ik dus dit soort zaken van. En dat betekent dus dat ik voorlopig geen toppings hoef te kopen. Voor op de smoothie bowls of voor in lekker voor in havermout. Ik kan gewoon heel veel pakken uit mijn voorraad. En ja, dus dit is hoe ik mijn budget bespaar. Soms geef ik dus wat meer uit om op een ander moment veel minder uit te geven. En dat, ja goed, daar heb ik dus laatst al een video over gemaakt. Dit is hoe ik het doe. Misschien heb je er wat aan, misschien vind je helemaal niks. Want die zullen er ook zeker zijn. In elk geval wil ik je bedanken voor het kijken. Heb jij een voorraad? Ben ik wel heel benieuwd naar. Of heb jij juist helemaal geen voorraad? Koop je letterlijk alleen wat je op die dag nodig hebt, omdat je zo'n planner bent? Ben ik ook wel benieuwd naar. Dank je nou voor het kijken naar deze nieuwe video. Heb je verder vragen, opmerkingen, andere dingen? Laat het natuurlijk weer beneden achter. En tot de volgende keer!